FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Zwarthoed Kiri, Tegels en Sanitair. Sinds de komst van Denzel Casius bij FC Volendam veroverde de verdediger gelijk een basisplaats. De afgelopen wedstrijden moest de verdediger met een blessure toekijken, maar inmiddels is hij volledig hersteld. Ja, ik heb 3 wedstrijden uit de rijt gelegen. Tegen NAC weer een halve wedstrijd gespeeld en geen last meer van de knieholte. Er is niks uit de MRI-scan gekomen, dus we gaan het nu weer lekker oppakken. Ik denk dat de rust wel echt goed is geweest voor mijn knieholte. Want het kan stijf worden als je wat gaat doen, zeg maar. Dus ik denk dat die rust wel even lekker is geweest voor mijn knie. Tegen NAC maakte Casius zijn rentree. En daar hield hij een goed gevoel aan over. Nee, je moet wel weer even wennen. Het is wel even conditionele prikkel weer. 3 wedstrijden niet meegedaan, dan moet je het wel weer even oppakken, conditioneel. Vooral met de ring komen is sowieso altijd anders dan starten. Maar ik denk dat ik het prima heb opgepakt. In januari sloot Casius aan bij FC Volendam. De rechter vleugelverdediger voelt zich op zijn plaats in het Vissersdorp. Ja, ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik speel veel. Ik ben me echt goed aan het ontwikkelen, verdedigend en aanvallend. Dus alles gaat prima. Het zijn gewoon goede trainingen, voetballende trainingen. Veel positioneel. Veel op positiespel trainen. Ik denk dat dat wel belangrijk is en dat is echt onze kwaliteit, positiespel. De speelstijl van FC Volendam is Casius op het lijf geschreven. Daarom was Volendam echt een goede keuze voor mij. Ze spelen gewoon zo aanvallend voetbal en ik mag naar voren, ik mag doen en laten wat ik wil voorin. Dus ja, dat is top voor mij. Vrijdag wacht koploper Cambuur in het Krasstadion. Ja, het is een goede ploeg. Ze staan bovenaan de competitie. Maar er liggen voor ons zeker kansen als wij ons eigen spel blijven spelen. Ja, als het goed is gaat Calon spelen. Ze is sneller linksbuiten die veel naar binnen komt. Maar gelukkig ben ik ook snel, dus dat wordt een leuke strijd. De wedstrijd FC Volendam-Cambuur is live te volgen op ESPN. Het Twitter-account @FC Volendam en de story op Instagram. Oh!